En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Er zijn 41 partijen hebben ze erin geschreven. Is dat niet een beetje erg veel? Dat vind ik wel niet erg veel, ja. Dan heb je Oh, nou, dan heb je echt slechte te pakken, want ik ben heel slecht op de hoogte van de verkiezingen. Ja, ja dat vind ik ook wel veel, ja. Ja? Ja. Dan weet je niet meer waar jij moet kiezen, toch? Ja, natuurlijk. Veel te veel. Ja? En wat moeten we eraan doen dan? Er zijn maar een paar goede partijen, hè? Ja? De centrumpartijen. Ja? Hè? CDA bijvoorbeeld. Ja. CDA en CDA. Er zijn een paar afsplitsingen, dat is ook het CDA-programma, dus daar moet je op stemmen. Ja, ja maar dat is de voortvloeiing uit de democratie, zullen we maar zeggen. Ja. En ja, mensen hebben graag een keuze, maar in feite zijn de keuzes allemaal hetzelfde. Ja, er komen ook twee nieuwe partijen bij, BBB en Pieter Omtzigt. Ja, dat is geen probleem. Wat verwacht u daarvan? Weet ik niet. Nee. Het is allemaal, hoe noem je dat? Een pot nat. Koffiedik kijken. Niet een omgooi. Ik denk dat uiteindelijk wat er te maken van is, voor iedereen hetzelfde is. En Omtzigt komt naar voren omdat hij integer is. En mensen missen dat. Nou, de BBB vind ik wel goede dingen hebben, ja. Peter Omtzigt, weet ik zo. Ja, ben ik nog niet helemaal in. Nou, die heeft toch nog geen verkiezingsprogramma klaar, hoor. Ja. Nee. Kunt dus. U ook niet weten. Ja, Peter Omtzigt. Wat vindt u daarvan? Ik moet mijn Peter Omtzigt nog een beetje gaan verdiepen. Want ik weet niet precies waar hij. Nou, dat weet nog niemand, want hij heeft nog geen partijprogramma klaar. Ja. Dus dat wordt nog even We horen ook dat ze vinden dat zij moeten belonen voor het werk wat hij gedaan heeft met de. Met de affaires, hè? Ja. Maar ik wil wel weten waar zijn partij precies voor staat. Ja.